Goedemiddag, dames en heren, en al hetgeen wat dat daartussen zit. Het feest blijft duren, maar het is natuurlijk al, ik denk dat er al veel mensen helemaal uitgefeest zijn. En deze namiddag gaan we er toch aan beginnen. En we gaan beginnen met een hommage te brengen. Want namelijk de meter van het festival, Ivan La Terrazza, is een heel goede vriendin van mij. En we hebben iets gemeenschappelijk. 25 jaar geleden begon ik met Madame de Coeur Brisé. Maar dat is ondertussen al 25 jaar geleden. Maar zij is blijven voortdoen. En het is de meter van het terras. En we hebben een speciale surprise voor haar. Uw applaus voor Wendy van Wanten. Dag Wendy. We hebben jou gebakken. We hebben jou gebakken. Er is een idee gekomen om jouw jubileum van 25 jaar Wendy te vieren. En we hebben een gebakje gemaakt met jouw beeldenis op. Oh, echt? Ja. Fantastisch. Dat zijn cupcakes. En die kunnen gekocht, ja, cupcakes met jouw beeldenis op. En die worden verkocht voor de Liga van de Rechten van de Mens aan 1 jeton, aan 1,25 euro. Met de mooie beeldenis van onze charmante Wendy. En kijk, en daar komen ze aan. Amai, goedemiddag allemaal. Ja, ik ben hier terug van de partij. Gisteren was er wel heel veel meer volk, maar ik ben ontzettend blij dat jullie... Oh, wat prachtig. Ja, leuk zeg. Moeten we even op de foto? Ja? Zo, hallo, goedemiddag. Ja. Super. Zijn ze lekker? Heb je al geproefd? Ik heb nog niet geproefd. Nee, ze zijn absoluut... De eerste is absoluut voor jou, hè. Ah, oké. Okay. Ik mag eentje... En moet ik het mezelf opeten dan? Ja. Ja? Ik hoop dat je zoet smaakt. Ja, ik ook. Oké, daar ga ik dan, hè. En dus als dankbaarheid dat jij hier meter van bent van La Terrazza, wensen we jou nog een volgende schitterende 25 jaar. En degene die een cakeje willen kopen, het is vanaf nu te koop. De cake is voor 1 jeton. En voor de... En ja, dat was dus de verrassing, hè. Voor een goed doel, voor de Liga van de Rechten van de Mens. Ja. Ik wil graag mijn nicht Sophie bedanken. Ze staat daar rechts aan een tafeltje. Die dat ervoor gezorgd heeft dat deze lekkere cupcakes hier vandaag aanwezig zijn. Geef ze maar een applaus, Sophie. En Elise bakt trouwens ook. Dus, en dan qua organisatie, we hebben u gisteren al gezien, lieve schat. Ik heb je dat fantastisch gedaan. Willen wij u nog eens extra bedanken voor uw schitterend optreden gisteren. En wij wensen u nog 25 jaar carrière en zelf veel meer. Met de organisatie. Geef ze ook een applaus aan ze heren, ja? Dankjewel. Ja.